beste studenten, ik wil vandaag met jullie het onderwerp expertieve data-analyse behandelen in de context van cartografie en geografische informatiesystemen, GIS, om eigenlijk aan te geven van wat is het nou en welke stappen ga je doen. Maar er zitten toch wel verschillen in en zeker als je dan inzoomt op het gedeelte rond Delfzijl, Appingedam, zie je dat de keuzes van je klasses een ander beeld oproept van de situatie daarin. Dat is in exploratieve data-analyse een belangrijke stap, keuzes maken van welke klasses je ook kiest.